Dag Romina van Doorn, goedenavond in België. Ja, goedenavond. U bent een van die kandidaten van West Benelux. Hoe komt u hier terecht bij deze verkiezing? Ja, nou eigenlijk heb ik het op een website gezien van Miss Benelux. Ik heb in Venezuela vaker modelwerk gedaan, sinds ik 15 jaar oud ben. En ik was gewoon benieuwd om hoe dat allemaal was hier in Europa, België, Luxemburg en Nederland. Dus ik vond het hartstikke leuk om gewoon proberen om mee te doen. Ja, woon je een eindje hier vandaan? Waar in Nederland precies? Ik woon in Alphen aan de Rijn, dat is Zuid-Holland. En ik ben eigenlijk 5 jaar geleden naar Nederland gekomen. Mijn moeder is Nederlands en mijn vader is Venezolaans. En toen ik klein was, ben ik gewoon naar heel veel modelbureaus geweest. En mijn moeder heeft me overal gebracht. Dus ik vind het gewoon leuk om te doen. En, U spreekt goed Nederlands, hè? Ja, nou, bedankt. Dat vind ik zelf niet. Maar ja, dat heb ik vaker gehoord. Ik heb wel in 2 jaar geleerd. Omdat ik opnieuw naar school wilde gaan. Ik heb grafisch ontwerp in Venezuela gedaan als vooropleiding. En ik ga volgende september beginnen met SPH of docent Spaans. Moet nog even over nadenken. Eerste verkiezing? Nee. Ik heb in Venezuela een paar verkiezingen gedaan. En daar heb ik een beetje ervaring op gedaan. En eigenlijk doe ik dit om ervaring op te doen. Want mijn droom is een school voor gewoon modelschool maken, opbouwen voor kinderen. Dat is gewoon mijn droom. Dus als ik meer ervaring opdoe, dan is het beter voor mijn cv en voor mijn eigen school in de toekomst. Mag ik je leeftijd vragen? Ik ben 25. Dat is nog jong, hè? Nou ja, ik ben denk ik de oudste. Ik ben al afgestudeerd. Ik ga nu mijn tweede opleiding beginnen. Dus in vergelijking met de andere meiden ben ik een stapje verder in leven. Ik ben blij om mee te doen en dat is het belangrijkste. Is er een vriendje die daar hoers kan zijn van jou? Ja, ik heb mijn vriend. Hij zit nu in India voor zijn werk. Daarom is hij nu niet aanwezig. En ik ben nu met hem 4 jaar samen. En ik houd nog steeds heel veel van hem en ik heb wel toekomstige planen met hem. Is hij Nederlander? Ja, hij is een Nederlander. Ja, gewoon vol Nederlander. Ja. Wat vind je van Vlaanderen trouwens? Ik vind de Belgische mensen heel aardig. Tenminste, wat ik hier gezien heb. Het kasteel is super mooi en de omgeving ook. Het wordt iets moeilijker om voor mijn Vlaams te verstaan. Omdat ik pas 4 jaar Nederlands spreek, maar ik doe mijn best. Ik wens je veel geluk. Ja, hartstikke bedankt.